Het Surinaamse Rode Kruis heeft gisteren samen met de medische zending een workshop zelfredzaamheid georganiseerd voor binnenlandbewoners. De workshop is verzorgd aan sleutelfiguren uit het boven-Suriname gebied, Stoelmanseiland en Drietabbetje. Tijdens de workshop kregen zij handvatten over hoe dorpen en gemeenschappen zelf kunnen meedoen als het gaat over hulp bij rampen en andere calamiteiten, zoals wateroverlast. Ook de bewustwording van gezondheid gerelateerde aandoeningen, zoals COVID-19, zijn besproken. Sylvia Jacobi, Health Officer bij het Rode Kruis, gaf aan dat de bereidheid er moet zijn, vooral vanuit het traditioneel gezag. Dat die MZ nou komt, of Rode Kruis nou komt, of ta organisatie nou komt. Maar te jussen jij in je dorp, te jussen jij in je konde, begin we ook samen, op het tempel, dat je maandelijks weer komt bij elkaar. Wat zijn de issues of problemen die we hebben? En we beginnen iets te doen, dat te als er niet komt, een probleem qua ramp of een issue, dat je begin je pisefi, dat hulp je kon aan wat toevoegen. Maar terwijl je pisefi naar je doet niks, terwijl je in staat bent, hoeveel hebben we niet van jullie geleerd deze dagen? Hoeveel kennis en wijsheid zit er niet? Dus bij elkaar brengen en samen gaan werken. Want weet je wat we weten? Als we het land Suriname willen opbouwen, moeten we het doen. Als je je dorp wil opbouwen, moet je het zelf doen. En dus we zijn er hier voor die ondersteuning om een bijdrage te leveren. Maar kom aan vegen te taki, al safe moet doen. Anderen gaan je helpen, touw al je pi. Maar als je niet doet, dan ga je even aan begin. You know, do next. Volgens Renaldo Huur, voorzitter Stichting Wederopbouw en Ontwikkeling Pokigrong, Stiwepo, hopen zij dat deze workshop vaker wordt gehouden. Hoe breed hij ook toe dat een partnerschap naar een medische zending de boom zijn ze onderwijs dat zo'n samenwerkende. En hoe breed dat ook toe dat hoe kon voor 3D en een foto en dat we Guebaka en dat we dan 5 jaar voor hoe kon of fos ushi was mijn bakker. En dat uno be angry. U be angry taki u kies wan pis training, maar dat ne chari go fara fi kan do alasani wat Rode Kruis aangaat. Dus u wan begi de organisatie, medische zending Rode Kruis, tak es biting mek u vervolg de sleutelfiguren hopen niet dat zij niets meer van de organisaties horen na deze workshop. Zij zien graag binnen 3 maanden een vervolg. Tot zover de binnenlandse informatie in het journaal.